afgelopen anderhalf jaar heeft de Koninklijke Marine hard gewerkt aan onderzoek en ontwikkeling van drones inzetbaar op zee. Nou, je moet vooral rekening houden met de zoute omgeving en de hoge winden en de hoge golf van het schip. En dit soort uitdagingen moet je aanpakken met dit soort type drones. Het doel is om meer dan 4 uur lang in de lucht te blijven en om een zeer veilig systeem te ontwikkelen.